Ik hou wel een beetje rekening met duurzaamheid. Dus biologische producten, goed vlees, schalvlees. Ja. Want waarom doet u dat? Voor het milieu, voor dierenwelzijn. Ik koop gewoon alles wat ik nodig heb, ja. Dus jou niet rekening met het milieu? Niet per se. Toch houden steeds meer mensen rekening met duurzaamheid, merkt ook slager Niek van een ecologische slagerij in de Jordaan. Het is druk in de winkel en dat is de laatste jaren alleen maar meer geworden. Steeds meer over het milieu, ook in de politiek. Dus mensen zijn zich daar wel steeds meer bewust van dat er echt iets aan de hand is. Zo, die zijn mooi. Want u zegt dat mensen dus meer bezig zijn met duurzaamheid. Denkt u ook dat dat tijdens de feestdagen nog extra is? Ja, dat denk ik wel. Ja, het lijkt wel een beetje hypocriet, maar dat mensen dan opeens denken van... Zullen we niet eens wat goeds doen ook rond de feestdagen? Ja. Ja? Absoluut, ja. Want dat is niks belangrijker dan het milieu. Ja, in principe proberen we ook zo min mogelijk vlees te eten. Niet helemaal vegetarisch, maar ja, ook niet hele stukken biefstuk of wat dan ook gaan er naar binnen bij ons. Een vegan restaurant op de Centuurbaan zit met de kerst helemaal vol. We zijn niet meer bang om met de kerst ook plantaardig te eten. En we organiseren een grote kerstbrunch en die zit gewoon lekker helemaal vol. Omdat mensen nu gewoon weten dat het ook heel lekker kan zijn en feestelijk. Maar je denkt niet dat er iets mist op het menu als er geen stukje vlees op te eten is? Nee, dat is echt niet meer. En je hoeft het ook echt niet alleen te doen met alleen maar groenten en linzen. Er zijn tegenwoordig overal vervangers voor vlees, voor kaas, voor zuivel. En dan aangevuld met lekkere groenten en kruiden mis je echt helemaal niks. Toch zijn er ook mensen die voor klassiek gaan. Ja, zeker. Zeker met kerst. Ja, eigenlijk eten we geen vlees. Met kerst dan een beetje, maar dan wel goed vlees. Ja. Rollade, zwijnenstoofschotel en alle kleine dingetjes die je vergeet. En houdt u dan tijdens de kerstinkopen ook nog een beetje rekening met duurzaamheid? Eigenlijk niet, nee.